Hi, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb wat parelende zweetdruppeltjes op de bovenlip. Ik heb een vervelende droge hoest. Dus ik ben benieuwd of ik deze week staande door ga komen. Of het die Mexicaans is, weet ik niet, maar er zit wat aan te komen. Dus laat ik snel van start gaan met deze NRC Rocks, voordat het te laat is. En dat doe ik met heel veel plezier, want ik mag heel vroeg al, want over 2 weken komt de plaat eigenlijk pas uit, heel vroeg al een mooi verhaal vertellen over The Long and Dangerous Sea. Het niet lang verwacht, want ze hebben het eigenlijk best wel heel snel gedaan, maar toch zeker, in blijde verwachting opgenomen plaat. Tweede plaat van deze band uit Nederland, Moke. Dus als je denkt, Moke, heb ik al eens eerder wat van gehoord. Nou, ik heb er al een keer eerder wat van behandeld. Ik ga dan ook geen oude nummers laten horen. Daarvoor moet je maar even in het archief kijken van deze NRC Rocks. Want ik wil het echt specifiek over deze tweede plaat hebben. Want, zoals je misschien wel weet, als je eerste plaat heel succesvol is geweest, en dat is het in het geval van Moke, die eerste plaat heette Shoreland, is inmiddels, dat mag ik nog niet zeggen, maar dat zeg ik lekker toch, goud volgens mij, zo ongeveer. Dus dan heb je een succesvolle eerste plaat uitgebracht met 3 singles, Last Chance, deed het goed, Displan deed het goed, Here Comes the Summer, dat zijn liedjes die, nou ja, die toch best wel in ons collectief geheugen gegrift staan, wat mij betreft dan in ieder geval. Goeie eerste plaat dus, en dan dan moet er een tweede plaat komen. En ik weet niet, ik heb het er ook wel vaker over gehad. En je hoort muzikanten er altijd over praten. Ja, die tweede plaat, daar verwachten mensen heel veel van je. Dan moet je eigenlijk over die eerste heen. En dat legt druk op de band. En ik heb de band een beetje mogen volgen in de aanloop naar deze tweede plaat toe. En ik had niet het idee dat er zoveel druk op lag. Dat kan ook met de ervaring komen hoor. Door de ervaring komen van de leden van deze band. Want Phil Tilly, Felix McGinn, Eddie Steneke, Martin Felis en Rob Klerks zijn allemaal jongens met een enorme ervaring. Maar zelfs dan zou de druk wel eens te hoog kunnen worden. Maar dat was het niet. Er was genoeg inspiratie. En er waren volgens mij veel meer dan deze 10 liedjes die uiteindelijk de plaat hebben gehaald. Maar deze 10 mogen er zijn. Want ik ben laaiend enthousiast over deze plaat. Het klinkt als Moke. Want dat zou ook een beetje raar zijn als dat niet zo was. Dat je met je tweede plaat al een totale switch maakt. Maar het klinkt als Moke. Maar het is hechter. Het is verdiepender, het heeft nog meer van het volledige kleurenpalet waar Moke uit bestaat, ondanks dat je via de zwart-wit foto's van Anton Corbijn niet zou zeggen dat er zoveel kleuren zijn in deze band, maar die zijn er wel degelijk. Laten we even luisteren naar Terrible End, dat vind ik een prachtig liedje op de plaat, mooie tekst, mooi geproduceerd, daar kom ik zo meteen nog op terug. Luister even een stukje naar Terrible End van Moke. Het is Moke en het ademt van al die grootheden die we kennen. Ademt het van alles wat er was bij de vorige plaat al zo. Maar toch is het authentieke Moke sound. Het is een beetje Echo and the Bunnymen. Dan komt het U2 langs. En dat is ook allemaal helemaal niet erg. Want dat mag namelijk. Want het is echt authentiek Moke. Met die mooie pianopartijen van Eddie erin. Die volgens mij bij deze tour, als ze dit op podium gaan brengen, een zware klus krijgen. Want er lopen nog wel wat strijkers rond in deze plaat. Die prachtig gearrangeerd zijn overigens. Dus die zullen ergens uit een doosje moeten komen. En dat zal Eddie dan mogen doen, denk ik. En drummer Rob moet dat allemaal weer volgen. Maar dat is heel technisch. Zei ik net, mooie sound. Nou, daar roem ik deze plaat heel erg om. De plaat is geproduceerd door Moke zelf. En dat in samenwerking met de man die de vorige plaat ook al deed. En die heet Juri Saal. Juri is vaste technicus van een studio in Amsterdam. Die heet Studio 150. En heeft met deze plaat, wederom samen met de jongens van Moke natuurlijk, maar iets van finesse afgeleverd en van een hoge kwaliteit. Het verbaast mij dat deze jongen niet allang allerlei meerdere, hij heeft ook Paul Weller bijvoorbeeld gedaan, maar meerdere buitenlandse bands heeft geproduceerd.
Een sound wizard noemen we dat dan. Alles is te horen. Alles is in de juiste balans gemixt. Ik ben daar meer dan enthousiast over. 10 nummers zei ik dat. Ja, ik zei 10 nummers op deze plaat. Ik kan ze hier niet alle 10 laten horen. Ik ga straks eindigen met de single natuurlijk. Want die single die heet Switch. Maar deze wil ik je niet onthouden. Nobody's Listening is wat mij betreft, ondanks het feit dat die al op nummer 5 op de plaat staat, dus op de helft, het hoogtepunt. Ik vind dat echt heel mooi. Nobody's Listening, Moke. Traditionele verrassingen. In één keer die knallende, driftige violen erin. En later, dit is een, ja, ik kan wel even een beetje scrollen voor je. Dan hoor je waar we naartoe gaan. Natuurlijk gaan we hier. Een epos van grote, grote, grote klasse. Nobody's Listening van het album The Long and Dangerous Sea. Volgens mij heb ik de titel nog niet eens genoemd. The Long and Dangerous Sea, nieuwe plaat van Moke, komt dus pas over 2 weken uit. Ja, ik zal het nog maar een keertje zeggen. Van mooie, goede gitaarpartijen. Echte, diepe, persoonlijke liedjes geschreven door Felix. Magistraal gearrangeerd. Mooi gitaargeluid. Fantastisch drumwerk van Rob Clerks. Die overigens zelf deze plaat zojuist heeft uitgebracht. Rob Clerks Unleash. Zijn soloalbum. Maar dat even terzijde. Maakt dat ik vind dat er een aantal, ik zeg het vaker, er zijn een aantal bandjes waar we trots op moeten zijn in het land. De staat is er daar eentje van, daar ben ik echt wild van. Er zijn nog een paar andere bandjes waarvan ik denk, ja, daar moeten we heel zuinig op zijn. Maar dit, ondanks het feit dat sommige mensen misschien de band wat arrogantie verwijten of wat commercialiteit of weet ik veel. Want inderdaad, ze worden gesponsord door Karl Lagerfeld en ze zijn allemaal niet op hun bekkie gevallen. Dat interesseert me geen reet. Als je dan dit af weet te leveren, dan mag het. Dus, de single heet Switch. Het album heet The Long and Dangerous Sea. Ik zweet nu echt als een otter. Ik ga even laten. Tot volgende week bij een nieuwe NRC Rocks. Zo. Ciao.